Ik ben Dennis Laros. Mijn afstudeerbedrijf was Ace Mobility. Ace verbindt de automotive branche met de automotive hogescholen. Uit een eerder onderzoek uitgevoerd door KPMG kwamen 4 grote kansen voor de Nederlandse automotive branche. Mijn stagebedrijf Ace wilde daarin onderzocht hebben op welke punten ze hun partnerbedrijven verder kunnen adviseren. Eerst heb ik gekeken welke van de 4 kansen het meeste potentie had voor Ace. Hierbij is de laadinfrastructuur voor Nederland naar voren gekomen. En daarin ben ik verder gaan met onderzoeken hoe deze laadinfrastructuur in Nederland in elkaar zat. Daarbij heb ik eerst de externe omgeving onderzocht door middel van een D-step-analyse. En vervolgens ben ik dieper gaan kijken naar wat doen de verschillende partijen aan de aanleg van de EV-infrastructuur. Dat heb ik gedaan door verschillende stakeholder-analyses uit te voeren. Het belangrijkste resultaat is dat er verschillende kansen voor de Nederlandse automotive branche naar voren zijn gekomen. De 3 belangrijkste kansen waren hierbij het zonneladen van elektrische auto's, het snelladen van elektrische auto's en tot slot het draadloos laden van deze elektrische auto's. Hier dient nog veel ontwikkeling op plaats te vinden. En de hogescholen kunnen door krachten te bundelen van verschillende opleidingen, zoals autotechnische kennis, maar ook ICT-kennis en bedrijfskundige kennis, deze kansen optimaal benutten voor mijn stagebedrijf. Het belangrijkste is wat Ace met mijn opdracht kan, is dat zij hun partners kunnen adviseren op welke punten zij door moeten ontwikkelen voor elektrisch laden. Ook kunnen zij op deze manier de hogescholen met relevante informatie voorzien, zodat het opleidingsaanbod op de hogescholen gelijk loopt met de vraag van de automotive branche. Ja, ik heb de opdracht als leuk ervaren. Door het corona ben ik natuurlijk niet bij veel partnerbedrijven kunnen komen, wat het toch een beetje raar maakt om de opdracht zo uit te voeren. Maar ik ben blij dat er een mooi resultaat voor mijn stagebedrijf uitgekomen is. En ik hoop dat ze de partnerbedrijven en de hogescholen een goed advies kunnen geven door middel van mijn onderzoek.